Hey, vandaag heb ik een shoplog video voor jullie. Ik ga jullie alles laten zien wat ik gekocht heb tijdens de soldenperiode. Ik heb gekocht bij zowel H&M, Primark, Bell & Bow en Prompty en nog een aantal plaatsen. Dus laten we gewoon beginnen. Allereerst ga ik jullie mijn artikelen laten zien die ik bij de H&M gekocht heb. Ik zal ook alles aandoen en jullie laten zien hoe dat eruit ziet. Dit is de zak van de H&M. Ik ben waarschijnlijk niet de enigste die een leuk kledingstuk ziet en ze van de eerste keer in verschillende kleuren koopt. Dus dat is wat ik gedaan heb. Omdat ik het een leuke top vond, heb ik ze gewoon in verschillende kleuren gekocht. Dus dit is hoe het eruit ziet. Het is een donkergrijze pull. Het is een oversized model, dus het is normaal dat hij zeer wijd valt. Ik vind dat zeer leuk om te dragen tijdens de winterperiode. Lekker in een losse pull, niet te strak, met legging of mijn broek onder. Het zijn de mouwen. Het is een zeer simpele pull met een naad die in het midden loopt. En deze heb ik in het donkergrijs gekocht. Op het prijskaartje staat er dat deze oorspronkelijk 19 euro was en ik heb deze voor 10 euro gekocht. Dus dat is de donkergrijze. Dus van de Log collectie in de maat small. Omdat, ook al is hij oversized, hij moet niet zijn als een tent. Dus deze heb ik ook gekocht in een mauve kleur. Het is niet iedereens kleur, zou ik zo zeggen. Maar ik ben een zomertype en pastelkleuren staan bij een zomertype. Dus heb ik deze gekocht. Zoals ik al zei, ik ga alle kleren aandoen, zodat jullie beter idee hebben van hoe dat ze eruit zien. En ook in deze kleur, in een beige kleur gewoon. Past ook op alles en ik kon niet wachten om hem aan te doen. Ze zijn, ook al zijn ze niet dik van stof, ze zijn toch warm. Ik geloof dat ik er veel geniet van ga hebben, want vele winterpulletjes en truien hebben een redelijk dunne stof. Waardoor dat ik altijd gaatjes heb aan mijn ellebogen. En dat is iets waar je meestal niet echt op let. Dus dit zijn de drie kleuren. Dus hetgeen dat ik aan heb, mauve en een donkergrijs. Redelijk eenvoudig, niet te dramatisch. Ik heb mijn periode gehad waarbij ik bloemenrokjes kocht en blousjes in felle kleuren. En dat is iets dat... Dat is mijn stijl precies niet meer. Dus ik denk dat ik eens kuising ga moeten houden en een keer op een rommelmarkt staan of zo. Het volgende artikel van de H&M. Is, in de zomer draag ik geen bijna nooit shortjes of zo. En dan heb ik graag een langere broek, maar in een zeer luchtige stof. En ik heb deze gevonden. Het is in een donkerblauwe kleur. Donkerblauw dus. Donkerblauwe kleur, heeft een elastiek bovenaan. Is gewoon een zeer luchtige stof. Zonder elastiek onderaan. Vind ik ook iets aangenaam. Dus dat is deze. Het heeft ook zakken. Ik weet niet wat de camera dat laat zien. Dus hier zit er een zak aan weerskanten. En hij valt zeer luchtig. Deze was oorspronkelijk 9,99 euro. En ik heb deze voor 5 euro gekocht. In een maatje 34. Want net zoals bij de oversized pullen. Mag hij losvallen, maar niet gelijk een vod. Dus dat is deze. Dat is iets dat ze elk jaar ook verkopen, zo van die luchtige broeken. Wat de? Mijn volgende aankoop zijn deze enkelbotjes van de H&M. Ik moet oppassen, want ik heb ze al aangehad, dus ze zijn een klein beetje vuil. Dus het zijn gewoon enkelbotjes met een kleine hak, niet zo hoog. Comfortabel om op te stappen. Met een rits aan de binnenkant. Deze waren oorspronkelijk 29,99 euro. En ik heb deze gekocht voor 10 euro. Dus ook dat was een koopje. Ze zijn comfortabel, ze zijn niet hoog. Dus echt gemakkelijk om alle dagen aan te doen. En ook omdat ik een redelijk eenvoudig paar botjes wou. Dus die heb ik dan gekocht. Het volgende zijn de botjes van
Belle & Beau die ik gekocht heb. Dus dat zijn deze botjes. Ook deze heb ik al aan gehad. Omdat ik ben niet het type persoon dat iets koopt en kan opzij laten liggen. Dus ik wou ze dragen. Ook deze zijn zeer aangenaam. Hebben geen hak of zo goed als geen. Botjes hebben een voering dat super zacht is. Het is een soort zwart vacht dat erin zit. Dus ze zijn super warm, super comfortabel. Ik heb deze 12 euro betaald. En ik denk dan dat ze van 35 kwamen of zoiets dergelijks. Dus dat zijn deze. Dan mijn volgend artikel. Ook deze heb ik in twee kleuren besteld omdat ik weer niet kon kiezen. En dat was bij de Primark. Dat is deze pull. Dit is een gebreide pull met pailletjes op. En het is ook een soort, dit is ook een soort crème kleur zoals je kunt zien. Lijkt op de pull die ik aan heb zonder pailletjes. Deze kwam van 14 euro en was afgeprijsd voor 7 euro. Dus aan de helft van de prijs. Eigenlijk niks speciaals aan deze pull. Gewoon een lekker aangename warme pull. Maar ik was aan het twijfelen tussen de crème kleur en de zilveren. Dus kocht ik ze allebei, want 7 euro voor een gebreide pull is niet veel. En de winter staat... De winter zou eigenlijk al goed volop bezig moeten zijn, maar bij ons begint het nu pas echt koud te worden. Zoiets van, dan ga ik deze niet laten liggen, vooral omdat ze in de uitverkoop lagen. Dus dat zijn deze twee. Dan was er ook nog een kleine accessoire bij de home decor afdeling. En dat was dit uiltje. Het zit wel nog in plastic, zoals je kunt zien. Het is een zilveren uiltje waar je een foto kunt insteken. En deze was oorspronkelijk 5 euro, maar ik heb die voor 50 cent kunnen scoren. Dus daar ben ik ook zeer blij mee. Mijn mama heeft ook eentje meegenomen, want wie houdt niet van uiltjes? En vooral omdat ze ook perfect passen bij mijn zilveren kamerdecoratie. Dus dat is dat. Ik ben dan ook nog deze ochtend gaan fitnessen en in de buurt is er een Pronti, dat is een schoenenwinkel bij ons. Deze zijn niet enkel luipaardprints, ze hebben ook precies haar. Dus ze hebben precies haar. Ik vind ze super leuk. En deze waren oorspronkelijk 20 euro aan min 70%. Dus ik heb deze voor 6 euro gekocht. Wat dat een super deal is. Dan ga ik overgaan naar make-up producten. Ik heb alles eigenlijk gewoon in een zakje verzameld dat ik had liggen. Toen ben ik dus bij de H&M gegaan en heb ik twee flesjes glitter gekocht. De ene is in Catherine Wheel. En de andere is Out of This World. Dat is gewoon een zwarte glitter. Ik raad de zwarte glitters zeker aan bovenop een smoky eye. Het ziet er super leuk uit en brengt iets speciaals aan de make-up look. Ook omdat Valentijn, ik weet het, het is niet voor iedereen. Maar omdat het eraan zit te komen, had ik zoiets van, waarom ga ik niet van de eerste keer een make-up look doen met zacht roze tinten en een licht rose gold glitter. En dit is Catherine Wheel. De glitters zijn ook zeer fijn. Aangenaam om mee te werken en ze waren 5,99 maar omdat ik een bon, twee bonnen had van 5 euro was het maar 1,98 euro. Een goede deal dat ik gedaan heb en ik heb op de website van MAC een beetje zitten rondsnuffelen om te kijken wat ik graag wil meenemen. Dus ging ik met een lijstje richting de MAC winkel. En ik wil graag de Waterweight Foundation uitproberen in de kleur NC25. Deze foundation is ideaal voor mensen met een droge huid zoals ikzelf. Die lichte dekking willen voor alle dagen in feite. Zonder het gevoel te hebben dat ze foundation op hebben en die de huid ook gaat voeden. Ik heb het gevoel dat hij goed hydrateert. En voelt niet dat ik het gevoel heb dat ik foundation aan heb. Het is zeer licht, geeft een lichte dekking, maar toch voldoende voor overdag. Niet te veel. Dus dat is wat ik graag zie. Dan het tweede artikel is een lip pencil van MAC in de kleur Soar. Dus dat is een van de gekendste lipliners tegenwoordig. Een beetje de Kylie Lip kleur. Ook deze staat op mijn blog.
volgende lip liner die ik gekocht heb is in de kleur Subculture. Subculture is een mooie nude getinte lip liner. Dus iets dat ideaal is voor ofwel overdag ofwel met een smoky eye gepaard. Dat zal zeker mooi samen gaan. Mijn volgende artikel van MAC is de Fluid Line Gel Liner. Het is gewoon een zwarte gel liner. Ideaal voor uw dagelijkse eyeliner mee te doen. Dus dat is deze. Ik denk dat deze rond de 18 of 19 euro was. Iets daartussenin. Is iets waar je ook niet echt mis mee kunt doen. En mijn laatste artikel van bij MAC is denk ik een van mijn favoriete aankoopjes vandaag. En dat is de lippenstift in de kleur Faux. Faux is een mooie mauve kleur. Een dagelijkse mauve kleur. Niet te fel. Althans niet voor mijn huidskleur. Een draagbare mauve roze kleur. En deze was denk ik rond de 19 euro. Het zal iets in die trend geweest zijn. Dus dat is een van mijn favoriete aankopen van bij MAC. Verder gaan naar de aankoopjes van het kruidvat. Eerst en vooral heb ik van Catrice wenkbrauwpotlood gekocht in de kleur Date with Ashton. Het is een assige bruine kleur. Nauwelijks te zien eigenlijk. Maar dat is ideaal voor mensen die blond haar hebben of zeer licht van wenkbrauw zijn, maar toch iets meer definitie willen geven aan de wenkbrauwen, iets bij te vullen. Dus deze is daar ideaal voor. Komt ook met een mascara kwastje aan de andere kant. Dan mijn tweede aankoop is de Liquid Camouflage High Coverage Concealer van Catrice. Eigenlijk heb ik deze random uitgekozen omdat ik altijd mijn LA Girl Pro Concealer gebruik. En ik had zoiets van, jullie zijn dat waarschijnlijk al beu gezien. Dit is een waterproof concealer in de kleur 010. Ik denk dat ik een iets donkerdere kleur ga gebruiken. En ga kopen dan deze. Want deze is eigenlijk wel redelijk licht. Dit is een zeer aangename concealer. Je moet hem wel direct uitblenden als je hem hebt aangebracht. Anders blijft hij nogal makkelijk zitten en droogt hij redelijk snel op. Dan de I Heart Stage primer. Oogschaduwprimer van Essence heb ik gekocht. Een zeer goede primer heb ik al redelijk vaak zien passeren op YouTube trouwens. Dus ja, het is ideaal voor als je wilt dat je make-up zeer goed blijft zitten. Je oogschaduw althans. Dan mijn Essence Gel Eye Pencil. Het is een waterproof versie. Volgens mij was dat het enige dat er lag zelf. Het gemakkelijke hieraan is dat hij hem omhoog draait. Je hoeft hem niet te slijpen. Dus dat is eigenlijk ook wel gemakkelijk. Deze eyeliner is in de kleur Black Blaze. Ideaal voor in de waterlijn of als eyeliner op je bovenste wimperrand. Want deze beweegt niet. Ik heb geprobeerd hem te gebruiken als basis voor een smoky eye. En deze is ideaal voor mensen die last hebben van waterige ogen. Waarbij dat de eyeliner zeer snel uit begint te lopen. Of mensen die vaak in de arcadeboog een zwarte lijn hebben van hun eyeliner. Deze is daar ideaal voor. Voorlaatste artikel van het kruidvat is deze shading powder. Het is gewoon een bronzer. Dat is wat het erop staat. En aan de andere kant een rozige highlight. Deze is zeer subtiel, bijna niet te zien. Maar geeft toch iets meer kleur aan het gezicht. Dus hier is de highlight, hier is de bronzer. Zeer subtiel en dat is in de kleur medium. Dus ideaal voor mijn huidskleur. Dan mijn laatste artikel van het kruidvat is de So Glow Cream to Powder Highlight van Essence ook. Het is een super mooie highlighter. In een rozige champagne kleur zou ik zeggen. Dit is dus een crème highlighter. Het is in de kleur Bright Up Your Life. Het is de bedoeling dat je dat aanbrengt bovenop je foundation voordat je afgepoederd hebt. Want ik heb al ondervonden dat als je het aanbrengt bovenop je poeder, dat je foundation een beetje kunt wegwrijven. Mijn allerlaatste artikel is eigenlijk ook een super low budget. Was van de Primark trouwens. De Velvet Matte Lipstick Crayon in de kleur
Natural. Het is dus een mauve natuurlijke lipstick die je dag dagelijks kunt dragen eigenlijk. Het is de bedoeling dat hij matte is, dus het is wel handig als je lippen daarvoor goed hydrateert ofwel een lippenbalsem bij zitten hebt, want je lippen kunnen er een klein beetje van uitdrogen. Ik denk dat we rond zijn. Ik verwacht wel nog enkele artikelen die ik online besteld had. Maar ik denk als ik deze video afrond, dat hij al lang genoeg zal zijn. Like deze video, abonneer als jullie dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Bye!